Hey, hallo, welkom bij Creations bij Jolan. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze schattige doosjes kunt maken. Ik heb hier een kerstvariant, dat kan natuurlijk ook. Maar we gaan vandaag deze maken met materialen uit de nieuwe voorjaarsfolder. Nou, laten we beginnen. We beginnen met het snijden van een stukje wispen white van 10 bij 21 centimeter. Dit A4'tje is precies 21 centimeter hoog. En we snijden dus gewoon een stukje van 10 centimeter. Snijmesje weg voordat er iets fout gaat. We gaan de lange zijde aan beide kanten rillen op 2 centimeter. Op deze kant gaan we rillen op 2 centimeter. Dan draaien we het een kwartslag. We gaan rillen op 2,5 centimeter. Let dus goed op. 2,5. Nou, dan draai ik hem even. Ik vind het altijd makkelijker, want op die manier hou je altijd een rechte hoek. Dus de eerste ril zat bij 2,5. De tweede is 8,5. Dan krijgen we 12,5 en 18,5. En als je het goed gedaan hebt, hou je hier precies weer 2,5 centimeter over. Wat ik nu ga doen is, ik ga even vanuit het midden naar die kant 2,5 centimeter afmeten. En dat is alleen dit stukje. Dus ik leg hem gewoon even hier. 2,5. Doe hem eventjes dicht. Ik zal jullie zo meteen laten zien waarom dat is. Dus hier leg ik hem weer 2,5 neer. Ik ril hier dit stukje. En ik ril dit stukje. Zo. Ik ga dit namelijk inknippen. En wel als volgt. Zo, kijk, dit stukje knip ik eruit. En dit knip ik iets schuin weg. Zo, deze kant ook. Die hier kleine flapjes, dat wordt zometeen het doosje wat ik naar binnen ga vouwen. Dus zo, deze kant hetzelfde. Nou, kijk. Zo. Dan is de basis in principe klaar. Ik ga nu even mijn scallop tag toppen punch pakken. Hele mond vol. Jullie zien dat hij hier niet precies in past. Maar dat is geen enkel probleem. Waar ik op moet letten, dat is dat deze twee stukjes evenredig eigenlijk erin schuiven. Dus ik schuif hem erin, helemaal tot het einde. En ik kijk aan deze kant of die een beetje gelijk zit. En dan pons ik. Niet helemaal, zie ik. Maar dat is altijd op een filmpje, hè? Dan gaat er altijd wel iets mis. Nou. Die ziet er beter uit. Zo. En wat je gaat doen is heel eenvoudig. Je knipt dit hoekje er netjes uit. En aan deze kant ook. Zo. Nou, deze was niet helemaal zoals het moest. Zo.
Dan ga ik dit iets opbollen. Aan deze kant ook. En dit vouw ik de andere kant op. Dus gewoon op deze manier. Dan is de basis voor je doosje is klaar. Ik heb twee stukjes dessertpapier gesneden. En die komt uit het nieuwe peperpetje Love Blossoms. Dat is uit de nieuwe voorjaarskalender. Zulke leuke frisse kleurtjes. Daar heb ik twee stukjes papier voor gesneden van 5,5 bij 5,5. En ik had heel leuk de hartjes gebruikt. Let wel eventjes op dat de hartjes niet op de kop zitten. Dat zou een beetje zonde zijn. Zo. Zo, dat is 1. Niet te veel lijm. Zo. Even alles rillen. Zo. Nou, jullie zien het misschien al. Deze flapjes gaan we dus hier tegen de binnenkant lijmen. Klein beetje lijm. Deze kant ook. Zo. Eerst deze kant. Zo, even vasthouden. Deze kant ook. Zo, even een tellertje vasthouden. Deze twee kanten. Zo. Ik ben een beetje ongeduldig. Deze kant is losgegaan. Nog eventjes weer aandrukken. Zo. Geef het eventjes de tijd om te drogen. Zo. Nou, dit mag eventjes drogen. Ondertussen ga ik een hartje ponzen uit het bijbehorende pak met de cardstock. Dat doen ze goed tegenwoordig. Eén pak cardstock, wat bijpassend bij het peperpetje is, hebben ze gewoon opgedeeld in drie kleurtjes die er precies bij passen. Ik pons een hartje uit. En ik ga dat hartje stempelen. Daarbij gebruik ik Bloom in Love. Is ook uit de voorjaarscatalogus. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Be Mine, Love You, Friends. Nou, echt hartstikke leuk al voor Valentijn. Ik ga gebruiken dit hartje. En ik gebruik zometeen deze tekst. En die ga ik stempelen met Rose Red. Zo. Kijk. En de tekst Be Mine. Zo. Ga ik met de ovaalpons uitponzen. Kijk, dat past precies.
weer dicht doen, anders droogt hij uit. Nou, dit was het voorbeeldje. Zoals je ziet heb ik hieronder een stukje van dat dunne zilverdraad zitten. Ik laat die altijd in het zakje zitten, want anders dan rolt dat helemaal af en dan word je ook niet vrolijk van. Dus je pakt gewoon even een stukje van dit draad. Dat wikkel je gewoon een aantal keren om, nou bijvoorbeeld hier zo drie vingers. Dan knip je af. Dan ben ik op zoek naar mijn dimensionals. Niet zo. Even spieken. Zo. Niet helemaal zoals ik wil. Dus doe ik het nog eventjes opnieuw. Het is ook zo dun draad. Zo. Ik draai precies de andere kant op als wat ik wil. Je plakt het er gewoon een beetje zo op. En je fatsoeneert het. Dit stukje wil ik er ook nog onder hebben. Zo, een plakje hierop. Nou, doe nog één stukje daarop. Zo. Nou, ondertussen is mijn doosje droog. Oh, zou ik hem bijna op de kop geplakt hebben. Plakje zo daarop en we gaan nog een klein zagroze hartje ponzen. Die springt gelijk weg. Tipje lijm zo. En dan nog een klein strasje op de i. Om het even af te maken. Zo. Dan heb ik een stukje roze seambinding lint. En zo. En dan maak je gewoon even een strikje mee. Als je het leuk vindt, dan kun je hier nog een bedeltje aan hangen. Dat heb ik ook bij de kerstversie gedaan. Zo. Even een beetje gelijk trekken. Nou. En klaar. Kijk, op deze manier. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En wie weet, tot de volgende keer.